Zet. Oh. Zeg even Oh. hallo, Wesje. Hallo. Nee, hallo, Wesje. Hallo, Wesje. Oh, wacht, ik moet alt tabben. Ja, daar zijn we. Oké. Okay. Zie je die vis? Denk het niet, want ik kan dingen niet vinden. Wacht. Oh. Oh, dat is ook nog een haai. Huh? Nee, ik zie ook nog een haai verderop. JJF. Oh ja, ja, ik heb je gevonden. Te verladen. Vissie, vissie, vissie. Ik ga je vermoorden met mijn tor. Holy shit, wat, hij heeft een licht op zijn hoofd. Ja. Kijk mijn pet. Ja, wat heb jij op je rug? Dat is een wand. Kijk, dat is mijn toverstok. Wie heeft die toverstok? Dat grote ding dat. Oh, dat is je pet. Oh, Dat is, ja. dat is zwom, joh. Die schiet pijlen, de beest. Kijk. Nee, vet. Maar ook best wel een beetje useless eigenlijk. Ga je met water op een water ding schieten? Ja, dat maakt niet uit. Het doet toch damage, of niet? Kan Daniel vuur opschieten? Nee, vuur werkt niet onder water, dacht ik. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat het niet werkte. Nou, jongen, jongen, Oké, Daniel. die vissen daar. Even kijken, die vissen daar ga ik niet aanvallen. Oh, dat is een blowfish, Daro. Volgens mij zijn dat piranha's. Ik heb nog nooit zulke grote piranha's gezien. Maar je bent nu gewoon in een oceaanwereld. Ja. Nou ja, het is gewoon. Die kan ook gewoon naar boven gaan. Het is gewoon een normale wereld. Kijk. Zie je? Maar je verdrinkt niet. Nee, je hebt geen zuurstof. Jol. Ja, mooi hè. Oh, Misschien dat dat nog komt hoor. als je op het water springt, dan komen de blokjes vanaf. Ja. Oh, dit is geen blowfish, het is een haai. Tune. Haha, ik heb hem knock-out geschoten. Als die teringswijze dat doet, ik wil het ook. Wesje wil het ook graag spelen. Ja, En dan is hij echt. level 1 en dan kunnen wij allemaal coole dingen en hij niet. Oh, kijk, dit is Ja. Ik heb vakantie, dan ga ik gewoon op een no-life spelen. een molvis. Wauw, die vissen, dat is echt makkelijk XP als je level 8 bent. En je hebt een goede pet. Ik wil Magikarp. Een Magikarp. Ja, je kan geen vis als pet nemen. Oh, wat loopt er dan achter je aan of zwemt? Dat, waar ik op zit. Ja? Dat is een snout Hey, beetle. ik zag gewoon. Was er nou een onderwaterstad? Waar? Achter je, ruis om. Ja. Oh nee, laat maar. Ze rots. Goh, ziet er een onderwaterstad. Maar bestaan die? Ja. Echt? Weet ik niet. Die bestaan misschien, maar ik weet niet of die in dit spel bestaan. Even kijken. Oh, ik ben al heel ver van die tempel af. Geen Kijk. jungle. Hier staat een fucking grote tempel met een bos erin. Maar in mijn eentje gaat het me niet lukken. Ja, ik wil je wel komen helpen, maar wat zou je doen? En van mij mag het. Even kijken, ik moet ergens heen. Waar is het begin? Oh, hier is het begin. Zal ik maar weer richting het begin gaan? Waarom? Oh, kijk, hier is de stad. Naar het oosten. Ja, waar begon. Hé, waarom laat die map niet? Hoezo? Zie die map niet geladen worden? Jawel, als ik inzoom. Oh, oké. Okay. Bij welke stad waren jullie als eerst? Nou, ik heb de server moeten updaten en toen heeft hij een nieuwe map geladen. Maar Oh, wauw, dat is goed. dit is de beginstad. Oké, okay. Is dat een mooie stad? Ga je er wonen? Nee, ik weet niet of je er kan wonen. Je kan wel, of kan er nog niet schematics van huizen? Nee, volgens mij niet. Maar ik Wel heb een nieuw mooi doel wel, toch? gevonden. Ik ga hierheen. Ik weet niet hoe het heet, maar ik ga erheen. Dus dat is naar het oosten.
die stream. Oh, naar die stad. Ja. Ga dan. Ja, ik ben onderweg. Oh ja, ja, ik zie dat dan niet. Oh, kijk nou, een alpaca, die gaan we vermoorden. Nee, niet een alpaca. Ja, wel een alpaca. Omdat het geen geit is en ook geen hert. Daarom moet hij dood. Ik hoop echt dat in een update. Ja. Het is alpha, hè. Dit is hetzelfde als Minecraft zonder redstone. Dus wie weet wat er gaat gebeuren. Ik kijk. Een idee sturen of zo. Ja, kan. Want dan word ik gewoon een kwaal. Zag jij die enorme troll? Een oger, toch? Ja, een oger. Ik noem hem Shrek. Dat is toch ook een oger? Ja. Doet hij veel damage, dat ding? Ja, hij one-hit me. Oh ja, ik zag gisteren dat jullie tegen hem gingen vechten. Ja, maar hij one-hit iedereen. Alleen, het voordeel is dat ik rondjes ren en af en toe op hem schiet. Ja, en iedereen ging al een keer dood, behalve jij. Ja, ik ben gewoon badass. Nee, ik loop gewoon rondjes. Ik hou hem meestal ook bezig. Op een of andere manier trek ik altijd die aandacht van die beesten. En dan moet ik maar gaan rennen. Oh, wat lieve zeepaardje. Doe jij niet gewoon de meeste damage? Nee, dat is Chantal. Oh. Wat voor klassen zijn er allemaal? Je hebt mage, dat ben ik. Dan heb je een archer, of een ranger. Dan heb je Chantal, die is een warrior. En dan heb je Mara Coolhit en die is een rogue. Oh, kijk hier. Oké. Okay. Maar er zijn toch ook speciale dingen die je ertussen kan kiezen? Ja. Bijvoorbeeld zoals mage, kun je vuur mage. Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar Want Daniel schiet vuur, jij ja. schiet water. Ja, ik heal ook mensen, dat doet Daniel niet, want dat is een klootzak. Nee. Kijk, als ik op X druk, dan kan ik hem hier op vuur zetten. En als ik dat doe, kost het me 1 zilver en 81 kopper. Maar, ja, weet niet, ik vind dat healen wel fijn eigenlijk. Oh, dat zijn vrienden. Ik ga ze healen. Hoe doe je dat? Door ze aan te vallen. En wat hebben ze te vertellen? Je bent aan het zwemmen onder water en dan ga je vertellen dat je van rijzen houdt. En hij houdt van ginsengsoep. I love traveling to cities of different lands. Ja, is niet goed bij zijn hoofd. My favorite food is ginsengsoep. Wat? Weet ik veel. Hey, Magikarp. Ja, big ass Magikarp. Met bek open. Ha, en nou is hij dood. Op, terug op de keven. Naar het oosten, jongens. Op naar de beschaving. Ik zit daar ook aan het vechten. Maar ik ga daar niet heen. Ik zie iemand lopen. Ja, ze zijn daar aan het vechten. Maar ik ga niet tegen een groepje, want als ze slecht zijn en het is een groepje, dan maken ze me af op een of andere manier. Maar we zijn aan een hoger level, hè? Ja, dan nog op een of andere manier ben je als groepje sterker dan... Hey, nog een medico! Nou, straks niet meer. Dat de Twitch achterloopt. Ja, hij is nu dood. Nee hoor, hij leeft nog. Hij heeft nog halve hartjes. En nu is hij dood. Zeg je dat mijn beest aan het scheiden is? Wat dan? Lemonfish. Ben je er al bijna? Weet ik niet. Hey, een lemonfish. Nee. Het niet ook. Oh. Ik maak alles dood wat ik op mijn pad tegenkom. Zoals deze blowfish. Oh, ik ben er op de map aan het kijken. Oh, ja. Een haai. Nee, het is een blowfish. Allemaal. Jee, je doet het.
bunny gaat snel dood. Oh, daar is een haai. Ja, wat vind je gek? Het heet Blowfish. En nog een Blowfish. Nou, is het een dode vis. En je kan niet de grote salto's maken of zo om te ontwijken. Ja, dit. Maar niet altijd, je hebt stamina, zie je. Wat, waar, is dat het blauwe? Ja. Dat heb je ook als je tegen de muur klimt. Kan je tegen de muur klimmen? Ja. Werd het hoog? Tot je stamina op is en dan val je eraf. Okay. Kan je ook vliegen? Met een hangglider. Heb jij die? Ik heb hem wel, maar ik heb nog niet die skill. Een haai. Noem hem shark. Oh. Tony Shark. Nee, niet Tony Shark. Het is geen Iron Shark. Ga je nog schieten of wat, Pet? En die Pet werd even geraamd. Die Pet staat even op non-actief. Ziet er grappig uit, maar ik zal dus in het water om te ontwijken. Nou, weet je wat, Tony Shark? Pet doet een tegretering. Oh jawel, hij is nou weer bezig. Hij doet ook salto's. Ja, maar ik zie het wel niet, weet je. Ja, nu doet hij. Pak hem, Tony Shark. Nee. Allemaal fluffers. Ja, hij is dood. Ja, bij mij ook. Want ik zie het eerder, gekke. Wat gaan we doen met het zeepaard? Zeepaard? Ja. Oké, wacht even tot ik hem ook zie. Dus mag die leven, ja? Deze mag leven? Ja, we moeten hem eens zien. Oh ja, laat maar leven. En weet je wat vermoorden maar. Schiet ik wel op die haai. Ik wil die seahorse kunnen erop zitten. Oh nee, weer een haai. Die komt niet heel dichtbij volgens mij. Nee. Die andere haai die laat ik lekker zwemmen. Wel cool als iemand dood gaat dat hij nog... Dat hij wat? Uit elkaar valt. Als iemand dood gaat dan wordt hij allemaal blokjes. Ja, dat bedoel ik. Het mooie is ook dat je de vorm van het beest wat je vermoord hebt op de grond ziet. Mijn computer gaat net in slaap, maar goed. Echt waar? Ik hoor je nog. Ja, nou weet ik. Maar omdat ik... Oh, kut. Piranha's. En een piranha. Wat nou mis? Tepunefish of zo. En piranha's sterk. Weet ik niet. Ze hebben wel een rode naam, maar ja, dat hebben die haaien ook. Ja, volgens mij doet de piranha's ietsje meer damage. Dat zou best kunnen. Ik heb die vis vermoord. Ah, je hebt mijn tor vermoord. Nee, kut piranha. Niet tor. Ja. Heal hem, heal hem. Hij leeft. Is je pet valt net dood? Nee. Hij komt zo weer terug. Kijk, nou is hij er weer. Nee hoor. Als ik het zeg, is op de stream, dan is hij er weer. Nee, er is hij weer. Ja, dat zeg ik toch. Yo. Ik heb stream geluid uitstaan. Nee, ik zie hem al niet. Weet je wat, ik ga gewoon rondjes zwemmen hier. Uiteindelijk maakt mijn pet hem wel dood, denk ik. Oeps. Echt, het is alsof je tegen een truck zit te vechten hier. Hij doet me ook damage terwijl hij...
terwijl hij me niet eens raakt. Wat gebeurt er als jij dood gaat? Dan respawn ik ergens. Weet ik niet. Oh, level up. En dit vind ik mooi, want dan kan ik op X drukken en kan ik hier hangglider aanzetten en sneller zwemmen. Learn. Hey, dat is het voordeel van vissen vermoorden, hè? Oh, waarom val je die Magikarp aan? Ja, hij was niet magisch genoeg. Hij deed alleen maar... Bloa, bloa. Ja, dat verdien je niet om te leven. Oh, ik zie de grens op de map. Ja, ik zie ook... Als je naar rechts gaat, is er land. Ja, naar rechts. Even kijken, we gaan die... Die vis hier vermoorden. Niet dit doorspoelen. Wil je hem doorspoelen? Maar oh, dan kan jij vertellen wat ik ga zien. Ja. En dat hij doodgaat. Ik denk dat die haai doodgaat. Oh, deze eerst. Je bedoelt die Magikarp. Ja, die ook. Welk level ben je? Ik ben level 10. Oké. Ook niet zo hoog. Kan je linksboven zien? Oh ja, ik zie het. Nee, maar in het begin gaat het echt heel traag. En nu vecht ik tegen allemaal beesten die zogenaamd sterker zijn dan me. Want als hun naam rood is, dan zou ik er eigenlijk, zou ik ze bijna niet kunnen verslaan. Hé, hey, een nieuwe staf. Maar ja, ik maak ze best makkelijk dood, zoals je ziet. Nee, je hebt een nieuwe staf. Ja. Maar die is niet zo cool als mijn staf, want die is gepimpt. Hé, hey, dit is nieuw land. Ik heb nieuw land. Oké, ik ga tegen de muur klimmen, Wes. Oh ja, dat wil ik zien. En dan moet je er vanaf glijden, ja? Ik weet niet hoe dat werkt. Oh zo. Nou, ga het net niet voor zeggen. Oh, je klimt door een muur. Yo. Hey, je glijdt. Yo. Ik moet het wel ingedrukt houden, denk ik. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik had hem ingedrukt, toen ging hij knipperen. Yo, is knock-out. Ja, ik ben van die glider gevallen. Oké, ik moet naar het oosten, toch? Weet ik hoor, ja. Hey, Asdar-eiland. Ben ik daar helemaal voorbij gegaan? Klim op die hele hoge berg en glijd vanaf. Ja, dat is leuk. Ja, ik ga eerst kijken waar de stad is, daar. Dat is daar. Helemaal rechtdoor. Ja, goed, ja, ja. Rustig maar, schatje. Komt in orde. Ja, dat dacht ik al, ja. Is dit een mooi punt om, of ga ik van die berg? Die het nog niet iets is. Ja, 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 dit is een mooie. Doe het! Glijd er vanaf, nu! Alpaka's! Nee, nee! Oh, hij gaat draaien! Oh! Wat gebeurt er? Ik verlies... Stamina. Heb je stamina voor glijden? Nou, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik ook niet. Oh, what the fuck? Wat? Zie je te rijden rondjes? Ja, ik werd helemaal misselijk. Ook dom. Alpaka! Kun je stamina niet hoger? Jawel. Hoe dan? Door zeg maar te levelen en dan gewoon hier weer iets bij te doen. Dit is je stamina. Dat kan ik nog 4 keer doen eigenlijk. Gewoon nog heel hoog hebben. Kan ik ook glijden en... Nee, dat kan dus niet. Oh, wauw. Als je op spatie drukt, ga je omhoog. Dat is het dus. Hé, hey, je bent aan het glijden naar die boom. Dat gebeurt ook steeds bij Chantal.
Wat? Dat ze kapot valt. Dat ook, waarom val je kapot? Ja, weet ik niet. Ik denk dat het een bug is in de game, omdat je van heel hoog valt. Of misschien ben ik nog niet goed genoeg om te gliden. What the fuck zijn dat? Oh. Ik zie, niet voor zich, ik zie het nog niet. Kan je op de wolken? Hé, hey, beestjes, vliegen. Insecten. En kijk of de site het al doet. Ja. You were. Create account. Nope. Er vecht iemand met kippen beneden. Oh ja, zie je, als je hem uit de lucht loslaat, dan krijg je dus geen hersenschudding. Oh, oké. Raar. Raar. Als je echt valt, krijg je geen hersenschudding. Maar oh shit. Gewoon terecht komt op de grond wel. Ja. Kun je in dit spel doodvallen? Ja. Je hebt gewoon fall damage. Nee, ik wil op die, ja. Ja, ik loop veel sneller op dat beest. Dat heb 6 poten. Dat zie je niet. Maar hij heeft 6 poten. Ik spring van een berg af en met mijn basie. En dan pak ik mijn hangglider en dan valt hij op zijn basie valt. Ja, cool hè. Oh, wat ben ik gemeen. Kutweest. Hey, vleermuizen. Ah. Wow, je glijdt al heel lang. Ja, ik begin te leren. Gaat die weer, hersenschudding. Ah. Oh, dit was zo droog. Zijn er aan het vechten? Ja, je kijkt ook tegen een boom aan vliegen. Waar is mijn basie? Oh, recht tegen een boom aan. Ja, ik denk ik druk op control, maar ik was vergeten om mijn glider uit te zetten. Urgadijs! Wacht voor benutten. Oké. Ben ik lekker aan het glijden. Dag Lizardman.
Nou, Wesje, het is wel saai hoor als je er niet bent. Dan loop ik een beetje tegen lucht te praten. Maar. Nog iets van 20 blokjes, denk ik. Voordat ik bij de stad ben. Nou, dat moet wel lukken, toch? Moet een beetje schuin ook. Microphone muted. Microphone activated. Oh, dat was niet de bedoeling. Oh, had ik iets voor een uil? Jelly? Wat is nou een jelly? Even kijken op de wiki wat een uil wil. En ondertussen wordt er gevochten. Oh, volgens mij was dat die uil die dood is. Nou ja, dan gaan we gewoon door. Oh, dikke troll. Oh, het schiet maar niet op om bij die stad te komen, hè? Oh ja, ik kan weer een stukje vliegen. Nou, ik ben niet helemaal waar ik wilde komen, maar ik ben in de buurt. Oh, varkens. Ik haat varkens. Even altabben, jongens. Kijken waar Wesje blijft. En we gaan weer verder. Naar het oosten. En ik zie radijzen. Oh, ik heb nooit zo snel twee enemies tegelijkertijd afgemaakt. Oh, loot.
alpaca. Oh, ik zie de stad waar ik heen moet. User joined your channel. Yo, is er nog iemand wakker, joh? Hey, ik heb een Beetle, level 8. Wat is het, hè? Gisteren ben ik even, hoe heet dat? Ja, hij was gisteren gecrashed omdat er een update was. Nou ja, dat ook. En je kan nu je X-as of je Y-as inverten. Oh, nice. Ja. Maar ik heb dus dus ik zal je nu uit laten praten. Ja. Ik ben dus gisteren voor het gemak even nog een extra character gemaakt om te kijken of dat leuk is. Ja. Blijkt dus, kan ik in mijn eigen wereld gewoon bubbelgum halen bij een winkel. Ja. Dus ik heb nu een collie. Wauw. Ja. Ik heb ik heb een warrior. En die vind ik eigenlijk wel leuk. Dus misschien dat ik daar ook wat meer mee ga spelen. Nou ja, moet je zelf weten. Je mag met alle poppetjes mag je spelen. Ja, dat weet ik. Het is meer dat ik het gewoon even zeg, want dan weet iedereen ze. Ja, want het staat op de stream nu. Oh, gezellig. Zitten we te streamen? Ja, nog heel even. Het is 11:30 zometeen en ik moet straks naar mijn werk. Oké. Ja, moet jij weten. Dus ik wou er eigenlijk een einde aan breien. En dan moet ik ook weten. Ja. Ik kom wel eventjes snel dan nog je wereldje in. Ja, het is een nieuwe map. Oké. Omdat die... liep dus vast. Ja. Ja, ik moet zeggen dat ik die maps niet heel erg vind afwijken van elkaar. Nou ja, de namen veranderen en de locaties en... Ik had net een, dat heb ik niet gestreamd, maar ik had vannacht dus een of andere Maya-tempel gevonden, waar ik een bos moest verslaan. Ik had gisteren in mijn eentje had ik een catacombe gevonden. Ja. Alleen het kutte was, er stond, oh ik mag zeker nog niet schelden want de stream staat, maar in ieder geval, er stond daar een, stonden er twee undead, wel heel gemeen bezig, want... Eentje die bleef me de hele tijd knockbacken en dan kon ik hem niet slaan en de rest die was een beetje op me in aan het hakken. Maar die ene was mage en als die mage er niet was, dan was het al vet simpel geweest, maar hij is maar bleef. Ik weet niet wat het is, maar die mages zijn echt sterk. Ja. En witches, daar moet je helemaal voor uitkijken, want die hebben een of andere deadbeam. Je denkt van, oh die kan ik aan. En dan schieten ze die deadbeam en bam, je bent helemaal dood. Ja. Heb jij trouwens toevallig nog een... je hebt zeker niet een extra lampje, want ik heb nu die butlamp. Ik heb een lamp met... Even kijken. Maar ik ben zeg maar in Arugar City. Oké. En dat is... God, kijk hem dan. Wat ben jij voor aap dan? Ja, ik ben een dingetje. Hoe heet zoiets? Oh. Ja? Een dwerg. Een dwerg. Je lijkt op een of andere aap die... Ja, op een Bob Marley concert is geweest en zeg maar dacht van, hé, hier blijf ik gewoon in deze stijl. Ja, leuk hè. Nou. Maar, met een Beetle. Jo. Ja. Ik probeer even bij dat dorp, het stadje te komen. Ja, dat is niet het stadje waar ik ben. Nee, dat weet ik. Want dit Ecoland, dus dan zal het niet... de stad waar jij bent zit die eten. Nee, als je op de stream kijkt, dan kan je zien waar ik zit. Echt fucking ver van je af. Lekker. Dan ga ik hier lekker ananassen plukken. Ik heb zeg maar één water of één zee gedeelte heb ik doorkruist. Ja, die zijn ook wel groot hoor. En hoe heet dat zee gedeelte hier? Dat weet ik niet. Staat er niet echt bij. Okay. Terrorram, denk ik. Oh, apart.
Wie, oh. Wie bedenkt dit, hé? Om je veldje met ananassen aan de helft aan de ene kant van een beekje te maken en de andere helft aan de andere kant? Ja, een dronken architect. Ja, zoiets. Nou goed, ik ben in ieder geval in... Nee, bijna. Ik loop nu de kropvelden van Ecoland binnen. Ja. Jammer dat er geen teleport system is, dat je van stad naar stad kan teleporten. Ja. Hey, wacht even, eerst even de inverted acties. Waar zien we dat? All options. Hey, wacht, ja, ik zie het hem. Yes. Oh, kijk dan even lekker natuurlijk zo muis. Oh. Echt alsof ze gisteren naar de stream hadden gekeken en dachten... Oh, die Daniel, die kan er echt niks van. Laten we die IAS een beetje aanpassen, hè. Hij is het Duits. Ja. Bet. Tenminste, Germanië komen ze vandaan. Oké. Okay. En als ik Germanië intyp, dan zegt Google... Bedoelt u misschien Duitsland? Oh, hoor je dat? Dat is het alarm. En dat betekent dat we gaan stoppen... Oh, ik dacht dat het alarm was dat ik te veel ananassen plukte. Ja, ook. Ook, ja. Nou, dag livestream. Dag. En ja, als je me zoekt, Alugar City. Heb ik pets? Ja, okay. Oh ja, ik ga even mijn pets opnoemen. Ja, maar ik ga sowieso straks, ben ik er niet. Dus dan, ja. Ik heb één Snout Beetle van level 43. Okay. En die kon ik equippen. Maar toen had ik hem gede-equipped of ja, ik had hem per ongeluk... toen kon ik hem niet meer pakken, want hij was level 43. Oh, lekker. En ik heb een konijn van level 1 en een terrier. Ik heb twee collies van level 2. Oh. En ik heb als petfood heb ik waterijs, salted karamel, daar kan je een zeemeel mee vangen. Popcorn. Pet. Oh, die was ik echt gisteren heel veel tegengekomen, zeemeeuwen. Echt waar, ik heb nog nooit een zeemeel gezien. Ja, dan moet je bij die watergebieden. Ja, daar was ik. Daar vond ik wel apen. Ja, ik wil echt een aap en dan noem ik een boots. Even kijken, chocolade donut heb ik en green jelly. Maar ik weet niet waar die donut en die jelly voor is. Die donut die is voor... Ja. Ja, wat was dat ook alweer? Iets dat Jan of zo wel had, geloof ik. Oh. Even kijken, het lijstje hier nog. Donut, dat is voor mol. Oh, voor een mol. Oh, en de jelly, dat is voor slimes. En als je leftovers vindt, dan moet je naar die winkel met dat vraagteken. Of met het vergrootglas. En dan wordt het okay. Een item. Okay. Dus dat ga ik nog even doen. En, want ik word helemaal gek van mijn wekker. En mijn wekker die houdt pas op als ik op een knopje druk. En hij ligt niet in bereik, zo te zien. Hey. Ja, vindt u ook gewoon geen goede zwaarte of zo? Dat is ook een beetje zuur. Ja, maar het is het begin, hè? Ja, maar meer zo van, ik vind gewoon geen zware halve dan die echt veel te overpowered zijn en die ik niet kan dragen. Wel eindelijk een schild. Jee! Ja, dus ik heb een nieuw schild. Oh nee, toch niet, want deze is nog slechter dan mijn oude. Oh. Hij is wel mooier. Even kijken. Wat houdt die plus 14 in en die plus 1? Want de HP is hoger. Is dat niet gewoon dat je de power die je nodig hebt? Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. In ieder geval, ik doe een stap naar achter dat het menu weg is. Ik ga op mijn Beetle zitten. Ik druk op Escape. Ik druk op O. Ik zeg Exit Game. Nee, start menu. En...